De Nationale Partij Suriname, de NPS, heeft haar 77-jarig bestaan gisteren groots gevierd in het partijcentrum Groenjari. Eerder op de dag zijn bij het standbeeld van Johan Adolf Bengel, gewezen partijvoorzitter, kransen gelegd. Op de avondbijeenkomst is gewezen minister van Grondbeleid en Bosbeheer en gewezen ABOP-topper Diana Pocky ook verwelkomd als lid van de Groene Partij. De NPS benadrukte dat niet alleen de partij, maar het hele land een nieuwe weg moet opgaan. De partijtop besprak de huidige financieel-economische situatie en andere actualiteiten met de oproep dat hierin verandering moet komen.